Rijkswaterstaat bergt het wrak van het gezonken autotransportschip Baltic Ace. Op 5 december 2012 zonk dit schip na een aanvaring. Door het schip te bergen verbetert Rijkswaterstaat de veiligheid voor de scheepvaart, de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en worden milieurisico's weggenomen. Het wrak ligt op 35 meter diepte op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakke en midden in een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Het 148 meter lange wrak hindert de doorvaart ernstig. Bovendien vormt de lading een risico voor het milieu. Aan boord van het wrak zijn 1400 auto's en zo'n 540.000 liter stookolie. De bergingscombinatie Boskalis Nederland Mammoet Salvage voert de opdracht voor Rijkswaterstaat uit. De bergingsoperatie begint in 2014 met het verwijderen van de stookolie uit de tanks en de olieresten uit de machinekamer. Dit gebeurt via de zogenaamde hot tap methode. De berger verwarmt de aanwezige stookolie, zodat deze makkelijker weggepompt kan worden. Oliebestrijdingsvaartuigen van Rijkswaterstaat en de berger zijn uit voorzorg in de buurt van het wrak, als er een verhoogd risico is op olielekkage. Tijdens de wintermaanden worden er geen bergingswerkzaamheden uitgevoerd. De ruige weersomstandigheden op zee laten dat niet toe. In 2015 vervolgt de berger de werkzaamheden. Het schip wordt in 6 grote stukken gezaagd. Een grote drijvende hijskraan, bok genaamd, hijst de delen van het wrak inclusief de lading omhoog. De hijspunten van de wrakstukken zijn al eerder aangebracht. De berger plaatst de wrakstukken op de pontons en versleept deze naar een eindverwerker aan de wal. Daarna controleert de berger de zeebodem op losgeraakte lading of achtergebleven wrakdelen. Met behulp van een wrakkengrijper worden deze verwijderd, zodat een schone bodem achterblijft. De eindverwerker voor de sloop scheidt de diverse afvalstromen op verantwoorde wijze. Uiterlijk 31 december 2015 moet het wrak volledig van de Noordzeebodem zijn verwijderd. Het scheepvaartverkeer ondervindt dan geen hinder meer en kan weer veilig en snel richting de Rotterdamse haven varen.